deze straat is bijzonder omdat ik hier de meeste kranten kwijtraakte. Voor de laatste keer fietst Nick van den Bos door zijn Westwijk in Amstelveen. Hij heeft nog niet iedereen verteld dat hij gestopt is met zijn werk als krantenbezorger. Door omstandigheden ben ik helaas gestopt. Nick hield van zijn werk. Jazeker. Het is best wel een grote wijk met maar liefst 22 straten. Maar ik deed het altijd wel met plezier. Hij is een beetje bang van mijn hond en dan praten we wel eens over zijn angsten en over zijn werk. En dus ik vind het onbegrijpelijk dat het afgelopen is. Helaas kan Nick zijn werk niet meer voortzetten. Ja, het was niet zozeer dat ik het sneller moest doen, maar het was gewoon vooral tijdsdruk soms wel eens. Daar heb je wel moeite mee. Ja, daar heb ik zeker moeite mee. Nick is anders, maar zeker niet minder. Hij is super behulpzaam en neemt zijn werk heel serieus. Heb je ooit een krant niet bezorgd? Het is wel eens voorgekomen, maar dan pakte ik aan het eind mijn lijst en dan fietste ik gewoon terug bij wie ik vergeten was. En nu is Nick op zoek naar een nieuwe baan. En wat voor werk zou je dan willen? Ja, iets met cijfers, cijfertjes. Ja, ja. Maar heb je een idee van wat dan? Nee. Nee, het is maar wat op mijn pad komt. Misschien weet jij de ideale baan voor Nick. Hij houdt niet van stress, maar wel van mensen. En iets met cijfers. Ik herkende mijn abonnees ook al vaak aan het nummerbord. En het is me wel eens één keer voorgekomen tot ik helemaal aan de andere kant van de wijk een abonnee tegenkwam. En dan gaf ik al gewoon de krant mee. Omdat je wist waar die woonde? Ja.